En het rottige wat die experimenten steeds aantonen, of regelmatig aantonen, is dat de experimentator eerder weet dan jij dat jij op die knop wil drukken. Wat blijft er over van de vrije wil onder een hersenscanner? De Universiteit van Nederland presenteert professor Dr. Bas Haring. Oké. Ik pak alvast het lucifer-doosje, dat heb ik zo nodig. Even wat voorbeelden van gedragsexperimenten die het bestaan van de vrije wil bevragen. En het eerste gedragsexperiment dat deed, wat ik tegenkwam in mijn leven, is een experiment wat ik gedaan heb met mij gedaan werd op de lagere school. En ik kreeg toen van een vriendje een lucifersdoos voor mijn neus met 4 cijfertjes erop. 1, 2, 3 of 4. We gaan het experiment hier niet herhalen, want het gaat geheid fout als we het live doen. En ik heb het net met iemand van heb ik het eventjes geoefend en toen werkte het. En mijn vraag was, noem 1 van deze 4 cijfertjes op. En toen ik op de lagere school zat, zei ik 3. De proefpersoon, de juiste, zei ook 3. Mijn vriendje draaide de lucifersdoos om en er stond, waarom 3? En toen dacht ik, leuke goocheltruc. Aan de onderkant zat natuurlijk waarom 1, daar waarom 2 en daar waarom 4. Maar dat was niet zo. Waarom 3? Dat is het enige wat er op dat ding stond. Iedereen, bijna iedereen, zegt 3. Op zijn minst bevraagt zo'n klein experimentje het bestaan van die vrije wil. Want je dacht dat jij zelfstandig een vrije keus maakte. Of ik dacht dat ik zelfstandig een vrije keus maakte toen ik dat cijfertje nam. Je dacht, ik kies en ik kies 3. Maar ja, als iedereen 3 kiest, dan is het zeer de vraag hoe vrij ik was in het maken van die keuze. Misschien lag die keuze op de een of andere manier al vast en zat ik stiekem als een aap in een apenkast zonder dat ik dat wist. Dat is wel wat dit hele kleine experimentje suggereert. Nog een verhaal uit mijn persoonlijke leven dat een soort van gedragsexperiment is dat illustreert dat die vrije wil bevraagd mag worden. En daarvoor pak ik even het volgende attribuut. Het is gewoon wel leuk om af en toe een attribuut in je handen te hebben. Dit is een controller van een Sony PlayStation. Is het niet? Oh, een Xbox? Oh. Nou, ik ben helemaal niet... ik ben vreselijk slecht in die... Het was de bedoeling dat het een PlayStation was. Want mijn verhaal gaat over een PlayStation en niet over een Xbox. Ik blijf ook gewoon het woord PlayStation gebruiken. Dus voor iedereen die ziet, dit is van de Xbox. Sorry, ik praat over een PlayStation. Oké, dat is natuurlijk extra mooi, want dan maken we geen reclame. Dan praat ik over een PlayStation en dan zien we een Xbox, geen reclame. Oké. Ik neem eerst een slokje water. En ik neem een slokje van mijn biertje. Dat wordt er zo uitgeknipt, denk ik, of niet. Ik kwam bij een vriendje een paar jaar geleden. En die had zo'n ding, zo'n Sony PlayStation. En die zei tegen mij, Bas, ik heb nu zo'n gaaf computerspel, dat moet je proberen. En ik heb een vreselijke hekel aan computerspelletjes. Dus ik had geen zin om dat computerspel te doen. Ik zei, echt geen zin. En jawel, dit moet je proberen, heel gaaf spel. En hij duwde het ding in mijn handen. En ik kreeg hem zo in mijn handen. En ik word al nerveus als ik al die verschillende gekleurde knopjes zie. En ik weet niet goed wat ik ermee moet. En hij startte het spel. En dat begon. En hij ging even koffie zetten in de keuken. Dus oké. Ik zat achter een groot computerscherm met dit ding in mijn handen. En ik denk, oké, wat nu? En ik begon met te pielen met die knopjes. En op een gegeven moment deed ik blijkbaar het juiste. En het autootje wat ik moest besturen, dat begon te rijden. Het was een racespel. Daar werd ik helemaal chagrijnig van, want dat zijn hele stomme computerspelletjes. Vond ik racespellen en daar ben ik heel erg slecht in. Maar op een gegeven moment begon dat autootje van mij te rijden. En ik kreeg maar rempel het gevoel van, nou, het is inderdaad wel een leuk spel, want ik kon het een beetje. Normaal, als ik zo'n spelletje doe, dan draait dat karretje meteen om zijn as, of ik bots tegen een muur of wat dan ook. Het was allemaal niet het geval. Ik kon dat dingetje redelijk gewoon besturen.
En ik begon me lekker te voelen in het besturen van dat autootje. En dat spelletje was eigenlijk inderdaad best een leuk spelletje. En ik kon ook wat autootjes inhalen. Dus ik dacht van, nou, god, dit gaat goed. En ik racete wat harder en ik haalde wat meer autootjes in. Op een gegeven moment zag ik in de verte de finishvlag hangen. En ik dacht van, nou, ik geef wat extra gas. Ik ga nog wat autootjes inhalen. Dit is gaaf. En ik rij onder de finishvlag door. En er komt groot in het scherm, demo over, start game now. Is echt gebeurd. Hè? Heb ik werkelijk ervaren. Wat vertelt dit? Dit vertelt dat ik de illusie kan hebben aan het roer te staan, terwijl ik in werkelijkheid niet aan het roer sta. Weet je wel? Ik had geen enkele controle over dat autootje, want dat autootje deed gewoon wat dat autootje doet. Dat werd gewoon automatisch bestuurd door, ja, dat is een demo. Alleen ik dacht dat ik de auto bestuurde. Dat is een hele fundamentele illusie die ik blijkbaar had. En ik heb nu twee keer een persoonlijk voorbeeld gegeven. Hè. Dus je zou kunnen denken van, oh god, die filosoof die baseert zich slechts op persoonlijke voorbeelden. Dat is niet zo. Hè. Deze twee persoonlijke voorbeelden zijn prototypisch voor heel veel moderne wetenschappelijke experimenten die aan ons gebeuren. En iedere keer suggereren die experimenten dat wij in staat zijn te denken dat we controle hebben, terwijl we in werkelijkheid geen controle hebben. Dus dat zijn experimenten die inderdaad het bestaan van de vrije wil, zeg maar, bekritiseren. Een ander type experimenten komt uit, een ander voorbeeld dat ik heb van experimenten is uit de economie. In de economie doet men heel veel onderzoek naar hoe mensen tot een keuze komen. En ik heb het volgende hilarisch experiment heb ik meegemaakt. En dat ging op de volgende manier. Ik heb hier een of ander product staan dat ik aan jullie wil verkopen. Het is economie, hè, waar ik nu even kort over heb. Laten we zeggen een fietspomp. Een of andere stom ding. En ik heb hier een fietspomp en ik vraag aan jullie, wat heb je voor de fietspomp over? En dat moet je echt betalen. En dat hoef je niet luid op te zeggen, dat mag je opschrijven op een briefje. Van, nou, ik heb er €7 voor de fietspomp over, €3 voor de fietspomp over. Maar voordat je dat nummertje opschrijft, moet je even de laatste twee cijfers van je telefoonnummer in de rechterbovenhoek van het briefje schrijven. Moet je even doen, dat is handig voor het experiment. Dus dan doe je dat, je schrijft braaf die twee cijfertjes op. En dan schrijf je op wat je over hebt voor die fietspomp. Je zult zien dat de mensen wiens laatste twee nummers van het telefoonnummer beginnen met een 9, verschrikkelijk veel meer betalen voor die fietspomp dan de mensen wiens laatste twee nummers beginnen met een 0 of een 1. Blijkbaar wordt die keuze die je denkt te maken, ik kies ervoor om €17 voor die fietspomp te betalen, of ik kies ervoor om €1,50 voor die fietspomp te betalen. Blijkbaar wordt die keuze mede beïnvloed door iets heel stoms als een nummertje wat je net hebt opgeschreven. Oké. Er is één tak van wetenschap die het bestaan van de vrije wil bevraagt. Er is een andere tak van wetenschap die de vrije wil ook bevraagt. En eigenlijk op een veel fundamenteler manier. En dat is de hersenwetenschap. Het is tot voor kort heel moeilijk om levende hersenen te bestuderen. Konden we eigenlijk niet of nauwelijks. Je kon wel dode hersenen bestuderen. Ja, maar dode hersenen denken niet. Dus je weet niet wat er zich in die hersenen afspeelt als ze denken. Dat was eigenlijk gewoon niet te doen. Je kon niet in de hoofden van proefpersonen kijken of zo. Dat gaat helemaal niet. Dat kan tegenwoordig wel. Of in ieder geval kan het een stuk beter. Dankzij technieken als fMRI. MRI kennen jullie. MRI, dat is de grote machine waar je in moet als er een foto wordt gemaakt van je hoofd in het ziekenhuis. Ik ben zelf al een keertje in zo'n MRI-apparaat geweest. Ongelooflijke pokkenherrie is dat. Maar dat kennen jullie, MRI. Dat is gewoon zo'n 3D-scanner waar je ingeduwd wordt. Een fMRI is functionele MRI. Dat doet niet slechts registreren hoe je hoofd eruit ziet, maar met functionele MRI kun je kijken wat er waar ongeveer in je hoofd gebeurt als je een of andere denktaak aan het verrichten bent. En dan moet je je ongeveer het volgende voorstellen. Stel je voor, je ligt in zo'n machine en je krijgt de taak denk aan een fietspomp. En dat doe je dan. En dan zie je, ik doe het even heel erg versimpeld illustreren, dan zie je in het hoofd een gebiedje oplichten dankzij die techniek. En dan mag je veronderstellen dat dat gebiedje wel te maken zal hebben met het denken aan een fietspomp. En via dit soort technieken zijn we in staat om eigenlijk in te zoomen
op de details van het brein. En als we inzoomen op de mechaniek van ons brein, dan kunnen we nergens die vrije wil vinden. En dat is natuurlijk ellendig voor de mensen die denken dat er zoiets bestaat als een vrije wil. Want waar zit die dan in dat hoofd? En er zijn reuze interessante experimenten zijn er die iedere keer weer het bestaan van die vrije wil bevragen. De meest beroemde experimenten trekken ongeveer de volgende conclusie. Dan moet je je voorstellen, in een experiment zit je in een stoel. Dat betekent even voor jullie, je zit in een stoel. En je kijkt naar een scherm en je hebt een grote knop. En ondertussen wordt jouw brein gescand. Wordt gekeken wat speelt zich ongeveer af in dat brein. En dan krijg je een heel simpel taakje. Je moet op een knop drukken wanneer jij dat wil. Okay, nu zit je achter die... wanneer jij wil. Wanneer jij wil op de knop, mag jij de knop drukken. En het smerige is, en het rottige wat die experimenten steeds aantonen, of regelmatig aantonen, is dat de experimentator eerder weet dan jij dat jij op die knop wil drukken. Die experimentator kan al zien in jouw hoofd dat jij straks op die knop gaat willen drukken. En die kan jou dus eigenlijk heel goed voorspellen. Blijkt consistent uit heel veel experimenten. Dus 1, er zijn twee soorten. Dat is mijn conclusie eigenlijk van dit brokje. Er zijn twee soorten wetenschappen die kritiek leveren op het bestaan van die vrije wil. 1, zijn dat gedragsexperimenten. En 2 is het de hersenwetenschap die waar ze ook zoeken nergens een vrije wil kan vinden. En dan wil ik dit blokje eindigen met een quote die wel goed past bij dit type onderzoek. Dat is een quote van Einstein zelf. En die zegt, als de maan die de hele tijd rondjes om de aarde draait, die draait maar rondjes om de aarde, als de maan zou kunnen denken, dan zou die denken dat hij uit eigen vrije wil om de aarde draait. Mooie quote. Tot zo.